Sparta heeft de laatste vier duels niet gewonnen. Na de winterstop werd er onder de nieuwe trainer Gert Kruijs in 7 duels sowieso maar 1 keer gewonnen. En 5 duels gingen verloren. Een saaie eerste helft op het kasteel tegen Jong FC Twente. Dit is pas na 35 minuten een kansje van Donovan Deekman. De laatste keer dat Sparta een thuiswedstrijd won was op 22 november tegen Helmond Sport. Daarna 1 keer gelijk en 4 keer op rij verloren. Dit is Daniels. Houdt die bal goed bij zich. Buitenom komt Bauma. En daar een prachtig doelpunt van de Hongaar Christopher Vida. 5 minuten voor rust komt Jong FC Twente op een 1-0 voorsprong. Met een bal achter het standbeen. En de misère duurt voort bij de ploeg van Gert Kruijs. Nog in de eerste helft. Balverlies achterin bij Sparta. Daniels vindt Vida en niet zijn tweede van de middag. Schot belandt op de lat. Op bestuurlijk niveau is het ook nog steeds hommeles bij Sparta. Leo Beenhakker heeft de taken van Vloed als technisch directeur overgenomen. Maar Vloed is wel nog steeds algemeen directeur. En een groep gefortuneerde Spartanen willen het contract van Vloed afkopen. Maar ze zijn er nog niet helemaal uit. Dit is een grote kans van Slijngaard aan het begin van de tweede helft. Boukari is dan ingevallen. Vrij trap komt van Boukari. En de kopkans is van Geert Arend Roorda. Ook bij Jong Twente gaat het absoluut niet lekker. 7 keer op rij niet gewonnen. Dit is de slotfase van de wedstrijd. Invaller Mahi met een vieze overtreding op doelman Platel. De scheidsrechter Edwin Boot heeft het gezien en trekt terecht de rode kaart voor Mahi. Want die laat zijn voet hangen en dat is hier duidelijk te zien. Sparta verliest thuis met 1-0 van Jong Twente. En de crisis duurt voort bij de ploeg van Gert Kruijs.